Ha, dag lieve vrienden, hoe is het daar? Ja, hier schijnt opeens een beetje een raar zonnetje. En gisteren was het opeens aan het hagelen. Wat een raar gebeuren. Wat? Waar we gewoon door waar we mee bezig zijn. Wat zit er onder het doosje? En wat heeft ons Achmetje opgestuurd? Ik klink een beetje hees. Hoor je dat? Oh jee. Dat kan geen corona hebben, dat heb ik al gehad. Oh, beetje hees. Raar. Flesjes Aquarius. Heb ik iets tegen Aquarius? Nee. Ik heb niks tegen Aquarius. Waarom? Dit is misschien een beetje een raar verhaal. Maar één keer per jaar tennis ik. Tijdens een tennistoernooi. Een tennistoernooi wat heel gezellig is hier in het dorp. En dit is een beetje een lange anekdote, maar wat maakt het uit? Het is toch maandag. En ik tenniste daar altijd met een vriend samen. Wij dubbelen elk jaar bij het toernooi. En die winnen we af en toe ook wel eens. Nee, we hebben nog nooit gewonnen. We worden altijd tweede. Maar goed, op een dag staat daar een nichtje van mij. Nee, ik moet het goed vertellen. Op een dag staat er iemand hem aan te moedigen. Wij lopen van die baan af. Toen zei hij, hey, dat is mijn nichtje. En toen zei ik, volgens mij is dat ook mijn nichtje. Bleken we neven te zijn. Wist wel die tijd niet. Ja, oké, dat was niet zo'n leuk verhaal. Maar goed, wat doet er naartoe? Dan drink ik altijd Aquarius. Ik denk zomaar dat dit de slechtste anekdote was die ik in mijn hele leven heb verteld. Dat ging niet lekker. Maar ik drink dan dus Aquarius tijdens het tennissen. Ja. Deze, de witte Aquarius. Nou, die gaat niet lekker. Wat is Aquarius? Aquarius is een sportdrankje. En daar staat heel erg op dat het heel goed is. Het is allemaal zo, je wordt weer helemaal fit als je een slokje neemt. En hoe komt dat? Omdat het gewoon helemaal vol met suiker zit. Ja, toch? Ja, die kan me toch niet vertellen dat het anders is. Even kijken. Ja, 10 gram op 250 milliliter. Er zit enorm hoeveel suiker in. En dan word je inderdaad weer een beetje fit, hè? Vier kleuren, dus vier smaken. We hebben hier te maken met Blue Eyes. Wat de smaak Blue Eyes is, dat weet ik niet. We hebben hier te maken met Lemon. Die ik dus wel lekker vind. Want die drink ik thuis op tennissen. Hier hebben we Orange, sinaasappeltjes. En hier hebben we Sherry, kers. En ik hou niet van kers. Dus dat wordt wel balen. Maar wat toch Blue Eyes is, dat mag toch helemaal. Dan mag Jezus weten. Wat is nou Blue Eyes? Ik weet het niet. Nou, ik begin gewoon bij degene die ik lekker vind. Kijk, handig, hè? Dan hebben ze zo'n soort douchekop erop gezet. Dan trek je dat uit en dan kan je dat drinken door de douchekop. Ik snap niet waarom ze een douchekop erop hebben gezet, maar ik vind het wel leuk. Heerlijk. Eigenlijk is het helemaal niet lekker. Voor mij is het alleen lekker als je gesport hebt. Maar het is water. Met een klein citroensmaakje. En drie scheppen suiker. En dat is het. Maar is het niet? Wat zit hier dan eigenlijk in dan? Suiker, voedingszuur, citroenzuur. Zuur. Antioxidant. Gom. Vitamine B6. Suikerwater met vitamine B6. Lemon. De orange. Met de douchekop. Ja, nou, dat smaakt dus naar. Ik weet niet, voor de jongere kijkers wordt dat een beetje lastig. Maar voor de oudere kijkers. Vroeger, als je dus op schoolreisje ging, dan hadden ze zo'n hele grote plastic jerrycan met limonade. Met sinaasappellimonade. Oranje als de neten, zoet als de pest. 2 druppels water. Zit hier ook alleen maar B6 bij gegooid en was het klaar? Ja. Nou, dan gaan we naar de Blue Cherry. Nou, dan weten we het wel. Het is dan de kersensmaak. En dan ga ik zeuren dat ik dat vies vind. Want het is allemaal zo chemisch als de neet altijd. Nou. Valt nog mee ook. Nee, valt niet mee. De smaak komt pas later. Getverderrie.
Maar goed, ik ben er een beetje snel doorheen gegaan. Want dit kennen we wel. Citroen, sinaasappeltje en kers. Maar wat de hel is de Blue Eye smaak? Ik weet het niet. Jullie weten het waarschijnlijk ook niet. Ik denk eigenlijk dat niemand het weet. Want ja, ik kan me niet herinneren dat je een, laten we zeggen, een vrucht hebt die Blue Eyes heet. Dus dit is gewoon troep. Ze hebben wel kleurstof erbij gegooid. Briljant blauw FCF. Dat maakt het dus blauw. De Blue Eyes is eigenlijk gewoon een kleurstof dat ze erbij hebben gemieterd. Maar waar smaakt het naar? Bevat een bron van phenylalanine. Wat is dat? Wat is phenylalanine? Bevat een bron van phenylalanine. Voordat ik het erin ga, ik even opzoeken. Phenylalanine. Ja, ik heb het gevonden. Phenylalanine is een van de 20 natuurlijk voorkomende aminozuren. Phenylalanine is een essentieel aminozuur dat nodig is voor diverse biochemische processen. Het is onder andere nodig voor de aanmaak van de neurotransmitter dopamine, adrenaline en noradrenaline in de hersenen. Het is dus een natuurlijk iets wat dus in je hoofdje zegt van, joh, ga eens eventjes beter je best doen. Even een beetje dopamine, dus dan voel je een beetje ontspannen, heb je last van minder pijn tijdens het tennissen en kan je opeens wel naar het net toe rennen voor een kort balletje. Het zit hier allemaal in de Blue Eyes. Ongelooflijk, hè? En de smaak Blue Eyes is walgelijk. Ja. Ik weet niet waar naar smaakt, maar Blue Eyes is een rare, vieze smaak. Ik ben er niet van. Ik geef het eerlijk toe, ik ben er niet van. Maar goed, kunnen jullie het bommen? Deze is niet alleen heel chemisch, maar er zit er ook een stofje in wat je hoofd raar gaat doen. Vier kleuren Aquarius, vier verschillende smaken. De een lekker, de ander gewoon niet te benakken. Wat wil ik zijn? Tijd voor de cijfertjes. De meest vieze is de cherry. Ik hou niet van kersensmaak. En in eerste instantie, als je hem dus een slokje neemt, denk je, nou, valt wel mee. En er komt een gore nasmaak na. Echt zo'n bittere, bittere meuk. Alsof je op een kilo kersenpitten zit en verkouwen zich. Verschrikkelijk. Die is zo vies, die krijgt van mij een 3. Deze is niet heel veel beter. De hoe heet het? Blue Sky, hoe heet dat? Blue Eyes. Ja, deze smaak, je weet gewoon niet welke smaak dit is. Je komt niet achter welke smaak dit is. Chemisch als de pest. Het proeft ook gewoon niet natuurlijk. En hebben ze er ook nog een stof in gedaan waardoor je hard gaat rennen. Niet mijn kopje thee, die krijgt van mij een 4. De orange is gewoon lekker. Is gewoon te doen. Ja, het is gewoon eigenlijk limonade. Wat wil zijn? Je neemt gewoon een suikershot tijdens je sporten. Ja, het is een shotje suiker. Dan kan je er weer even tegenaan. En deze is gewoon sinaasappellimonade. Helemaal lekker, niks aan de hand. Je krijgt een 6. En de lekkerste, ja, dat zei ik eerder eigenlijk al. Dus het is eigenlijk niet zo'n hele grote verrassing. Maar ik vind dus de Aquarius Lemon ijskoud lekker als je hebt gesport. En in mijn geval is dat niet heel vaak. Maar als je een keer gaat tennissen, neem een Aquarius Lemon. Die is hartstikke lekker. Die krijgt van mij een 7. En voor de rest ja, is het natuurlijk gewoon water en suiker. Meer is het niet. Nou, het zal wel. Dag. Ja.